Ik ben onderweg naar Helmond, want ja, je zou het misschien niet verwachten, maar hier zit een van de meest ambitieuze start-ups van Nederland, Amber Mobility. En die willen niet alleen ervoor zorgen dat Nederlanders straks voor 33 euro per week onbeperkt auto kunnen rijden, ze willen zelfs een eigen auto gaan maken, hier in Nederland. Een eigen auto bouwen is al een hele klus, maar Amber wil nog verder gaan. De auto moet straks 5 keer langer meegaan dan de bestaande auto's. 1,5 miljoen kilometer in plaats van 300.000. Want als het goed is, wordt de auto continu gebruikt. Steeds weer door een andere klant van Amber. Over 3 jaar rijden de eerste in Nederland gefabriceerde Ambers rond, zeggen Marien en Steven. Het draait deels om de auto, maar het draait ook om het concept wat erachter zit. Wat is het idee wat deze auto teweeg gaat brengen? Nou, we zijn eigenlijk niet meer begonnen met de auto. We zijn begonnen met al die auto's die stilstaan buiten. Want de meeste mensen betalen enorm veel geld voor een auto. 25 euro per maand gemiddeld. En rijden er niet in. Ja, ze rijden erin een uur per dag, maar 23 uur per dag niet. En wij dachten dat kan beter. Dus mensen moeten samen die auto's gebruiken. Daar zijn we aan begonnen. Om een model te maken dat je gewoon altijd een auto beschikbaar hebt. Ja. On demand. Als je daar zin in hebt, niet reserveren, gewoon instappen, wegrijden naar waar je naartoe moet en daar die auto achterlaten. Dat betekent dus ook dat je gewoon van hier, we zijn nu in Helmond, naar Amsterdam kan rijden. Dan kan zien, hey, het is verschrikkelijk druk op de weg, ik neem de trein terug. En dan die auto daar achterlaten? Die auto laat je daarachter en iemand anders gaat die gebruiken. Het moet allemaal gaan werken via een app, natuurlijk. En klanten zouden nooit verder dan 500 meter mogen lopen voor een auto. In de stad Eindhoven, met ruim 200.000 inwoners, zijn al snel 400 auto's nodig. En die willen ze dus zelf gaan bouwen. Ik zie wel dat dit een best wel bijzonder ontwerp is van een auto, zelfs zonder deuren er nog in. Maar wat wordt er... Die komen er uiteindelijk wel in natuurlijk. Ja. Precies. Maar wat wordt hier dan zo wezenlijk anders aan ten opzichte van die andere auto's? Wat zijn concrete voorbeelden? Deze auto wordt eigenlijk gewoon heel erg simpel, zo simpel mogelijk. Een dashboardkastje is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. Dat gebruiken mensen om handschoenen of ruitenkrabbers of iets dergelijks in te leggen. Maar op het moment dat je elke keer in een andere auto zit, heb je zo'n dashboardkastje in feite niet meer nodig. Dat is ook wel een heel simpel voorbeeld met hoe een auto die gebouwd is om te delen eigenlijk anders is dan een auto die gemaakt is om te hebben. Dit is nog een piepschuimen model, heb je me verteld, toch? Klopt. Ziet er mooi uit. Ja. Wanneer ga je hem echt bouwen? Binnen nu en een jaar hebben wij de eerste twee op kenteken rondrijden in de stad. Ja. Dus dan hebben we de eerste twee prototypes ontwikkeld. Daar gaan we mee testen, daar gaan we met evenementen mee af. Zorgen dat we dat de boodschap eigenlijk nog veel verder brengen dan dat die nu gaat. En uiteindelijk dan gaan we die kennis die we hebben opgedaan met het bouwen van die prototypes, gaan wij zorgen dat wij nog meer auto's gaan bouwen. En dat doorontwikkelen en uiteindelijk moet het in 2020 moeten ze van de band rollen. Met van die echte robots die ze in elkaar zetten. Precies. Of niet? Toch? Zeker waar. Oeh, dat is wel ambitieus. Gaan ze dat waarmaken, denk je? Nou ja, ik wil graag dat het ze lukt. En ik sta ook wel achter het idee, en volgens mij jij ook wel, hè, dat we auto's gaan delen. En zeker als ze altijd gegarandeerd voor je klaarstaan op loopafstand, is het volgens mij een mooi project. Maar goed, er zijn behoorlijk wat hobbels te nemen. Bijvoorbeeld financieel. Ze willen 70 miljoen euro ophalen. Want dat hebben ze nodig om überhaupt alleen maar die twee prototypes te kunnen gaan bouwen. Maar 70 miljoen, dat is ongekend voor een Nederlandse start-up. Dat is geen klein bier, inderdaad. Nee. We krijgen regelmatig wel eens een persberichtje binnen van een start-up die heeft wel 500.000 opgehaald. En lopen ze juichend. Ja. Ja. Het is dan nieuws, maar... En dan even los van het geld. Kunnen wij hier in Nederland nog steeds wel een auto bouwen? Ja, dat kunnen we. In Limburg, in Born, daar bouwen ze, bouwt VDL bouwt daar de minis voor BMW. Dus we kunnen auto's bouwen. We hebben ook heel veel bedrijven die auto-onderdelen maken. En die exporteren ze dan naar Duitsland en Frankrijk, waar auto's worden gebouwd. Maar het zou natuurlijk heel cool zijn als we die onderdelen eens een keer in Nederland zouden kunnen gebruiken om een eigen auto in elkaar te sleutelen. Ja, toch? En dat team van Amber One, daar zitten ook een paar jongens in die bij de Technische Universiteit Eindhoven al een keer een auto hebben gebouwd. Die ook zo goed was dat hij op de weg mocht rijden. Waar ook allemaal prototypes nog. Maar die kennis, die is er dus ook nog wel. Dus ik ben heel benieuwd of het zou gaan lukken. Ik hoop het van harte. Maar we gaan het komend jaar blijven volgen op Bright.